Michael McCalman en Vishwanand Shivaratnam zijn respectievelijk de winnaars geworden van de slogan- en logo-wedstrijd van de 9e volks- en woningtelling van het Algemeen Bureau voor de Statistiek in Suriname, ABS. De winnaars werden vandaag bekendgemaakt tijdens een feestelijke prijsuitreiking. Nationaal censusleider en onderdirecteur statistieken Giuliano Cornaar benadrukte dat deze wedstrijd georganiseerd is om de betrokkenheid van het publiek te vergroten en het bewustzijn van de volkstelling te versterken. Van een treffend logo en krachtige slogan. Vandaag hebben we het voorrecht om het winnende logo en de winnende slogan bekend te maken. Daarnaast lanceren we met trots onze Census 9 jingle en starten we met de werving van de census veldwerkers. In totaal hebben 28 personen meegedaan aan deze wedstrijd met 21 ingezonden logo's en 15 slogans. Vishwanand Shivaratnam, die winnaar is van de logo-wedstrijd, zegt dat hij zoveel mogelijk geprobeerd heeft te werken met de specificaties van het ABS. Het moest betrekking hebben op 9e woningtelling. Als u naar het logo kijkt in het midden, heb ik met de Surinaamse vlag een 9 gevormd. En op de background kaart van Suriname en ook rechterkant wapenend Surinaamse vlag. En om het mooier te maken. De slogan kwam heel snel. En dit omdat ik student ben op ADEC. En voor een vak moesten wij dus ook wat cijfers gebruiken voor ABS. En die cijfers zijn dus gekomen vanuit de vorige volkstelling. Dus ik dacht van hé, bij deze telling komen we echt erachter wie wij Surinamers zijn. Voor onze religie. Hoeveel mannen en vrouwen er zijn, dus het zijn echt wel belangrijke cijfers. Die dus zullen bijdragen aan de wetenschap, de economie van ons land. Dus, Teri Sranam, Sabi Sranam. De winnaars van de logo- en sloganwedstrijd, Shivaratnam en McCalman, kregen beide een laptop als prijs.